Flevoland is samen met het Niel op zoek naar oude foto's om daar een expositie mee te maken. Veel oude foto's uit de oorlog liggen bij Batavia Land in het Flevolands archief. Mm -hmm. En van Batavia Land is hier André Geurts. Goedemiddag. 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 Je een uh, mooie foto meegenomen. En dat is waarschijnlijk van de bevrijding van Emmeloord, maar er is ook wel wat. Nou oh ja. Wat? Nou ja, wat, wat onduidelijkheid over deze. Vlakken. Nou ja, dat komt natuurlijk omdat ik in het voorgesprek je al even daar iets over aanduidde. Want ja. ik breng je eigenlijk wel een bekende foto mee. Uh, dat is de illustrator Henk Rotgans, die daar in het midden zit, omgeven door allemaal blije mensen en hij is dan met een verfpas bezig om daar Nederlandse vlaggen. Te maken. Mm. Uh, daarvoor zijn lakens op de grond uitgespreid en daar is hij met de kleurkwasten bezig. Uh, we weten dat de maker van die foto dat dat, uh, de technisch opzichter uh, meneer Avis is geweest, een uh, opzichter van de directie van de Wieringermeer. Die moest zorgen dat uh, ja, de polder werd uh, ontgonnen, ingericht en uh, van mensen voorzien. Maar het opmerkelijke van die foto is dat we niet de precieze datum weten waarop die gemaakt is. En dat komt omdat op verschillende plaatsen en Afdruk van die foto wordt bewaard. En er wordt iedere keer een andere datum bij genoemd. 17 april, 18 april, 31 mei 1945. Maar het is allemaal wel het een beetje. Ja, allemaal. Ja, oké. Okay, maar het is niet dat het heel ver uit elkaar ligt dat het jaartal is. even wel daar Nee, dat nee. Dat, dat nee dat maar, maar het is wel natuurlijk wel dat je denkt: van is het nu direct bij de bevrijding? Kijk, ja. dan op 17 april uh, werd de polder bevrijd. Trokken de Canadezen daar binnen van, uh, vanaf Lemmer. En wat ze gezegd, nou ja, mensen waren enthousiast. Vlaggen moesten uit. Dus uh, ja, er moesten vlaggen gemaakt worden, want er was onvoldoende drie kleur in huis, zou ik bijna zetten. Zeggen, maar anderen zeggen: ja, wacht even. Op 17 april eh, durfde men eigenlijk die vlag nog niet echt goed uit te steken. Eh, die foto is gemaakt op 18 april. Want op 17 april had je nog in de polder nog de zogenaamde Boesveld politie, mm -hmm. uh, die onder leiding van uh, een Kampense NSB'er uh, ja, de polder in de gaten hield, zou ik bijna zeggen, na de razzia van november 1944 werd er goed toezicht gehouden. Nou, die mensen beschikten over wapens, dus die dienden dan toch wel eerst nog ontwapend te worden, wilde men in alle vrijheid die vlag te kunnen uitsteken. Ja, maar die waren nog vrij, uh, 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 zeg maar, um, uh, actief... Op het ja, gebied van... ja. Die waren ook bijzonder actief. En tegelijkertijd kwamen eigenlijk op die dag ook nog berichten binnen dat de Duitsers de dijk hadden laten springen van de Wieringermeer. Ja. Dat die Polder was ondergelopen en dat Harmen Visser was vermoord door een SS'er. Uh, ja, dus dat was toch een beetje nog van: uh, durven wij nu wel uh, de vlag uit te steken. Dus vandaar dat de anderen weer zeggen: nee, het was 18 april dat men uh, echt in blijdschap uh, de bevrijding kon vieren. Ja, en weer anderen zeggen, ja, het was 31 mei 1945. Want toen hadden we het grote polderbevrijdingsfeest. En toen was er echt de aanleiding om te zeggen... en nu pakken we het eens even goed uit eh, om te vieren dat we bevrijd zijn van een bezetter... die ons vijf jaar lang in de tang heeft gehouden. Ja, en dat, eh, dat, dat staat dus bij al die verschillende afdrukken verschillend vermeld. Dus we hebben eigenlijk eh, als historici nog wel even wat uit te zoeken, denk ik. Ja, de mensen op de foto die zijn eh, niet meer te traceren. Nee, behalve, behalve dan Henk Rotkans in het midden weten we eigenlijk niet wie daarop wie daar staan. Nee. Die Henk Rotgans was wel een van de bekendere persoonlijkheden in die polder. Want dat was een van die zogenaamde preventieve onderduikers, zou ik bijna zeggen. Mensen die dus aan de Duitse arbeidsinzet waren ontkomen door in de polder aan het werk te gaan. Uh -huh. ja, de meesten moesten aan de schop, want ze uh -huh. moesten ontgonnen worden in ja. die polder. Maar die Henk Rotgans, die van illustrator van beroep was. Je had het klaargespeeld om na twee dagen daarvan ontslagen te zijn. En de opdracht eh, gekregen te hebben om eh, de verschillende arbeiderskampen enigszins aantrekkelijk te versieren. Dat betreft dan vooral de kantines. En om in de polen vast te leggen hoe het er daar toen tijds zo'n beetje uitzag. Ja. En daar hebben we een hele grote collectie tekeningen van die worden bewaard bij Batavia land en die zijn in 2008 is er anders een selectie van dat in Lelystad en in 2018 nog een selectie in het museum Schokland. Dus dat zijn wel bekende tekeningen, maar wat opmerkelijk is daar komen nauwelijks mensen op voor. Daar zie je dus nou. eigenlijk vooral het landschap ja. Ja. Eh, van de polder, maar niet direct dat iemand daar aan de gang is. Maar als iemand deze foto nu ziet en diegene herkent zichzelf... Ik, zie daar een, of een ik denk familie, dat het een dit. vrouw is aan de voorkant daar. Die, dat is, die ja, dan dat daar zou ik zeggen, direct jongen. melden. Want ik bedoel, ja, het gaat jongen. natuurlijk toch om het identificeren van de mensen die we zien. Dus ja. als iemand nu zou zeggen, ik weet wie daarop staan, of mm -hmm. in welke straat het zich heeft afgespeeld... Ja, dan zou ik zeggen, meld je direct via info.herbertavilland.nl. Want daar kan eigenlijk alle informatie naartoe. Toe. En als mensen eventueel nog andere foto's hebben die met dat evenement te maken hebben ja. of met andere zaken die met de oorlog te maken hebben, kunnen ze daar zich natuurlijk ook melden. Ja, ja maar we zien ook nog ergens achterop uh, op de achtergrond een, een jong meisje staan. Ja, als dat meisje destijds zes jaar is geweest, dan is ze nu ook bijna 80. hè? 81. met het jurkje bedoel je ja ja, ja, het ja meisje ja. met het jurkje met de vinger in de, in de, in de mond. Ja, met je op dat soort personen moet je misschien hopen dat ze zeggen: Ik weet meer over die foto. Ja, het, ik zou ook bijna zeggen, dit is nu ook bijna de Laatste keer dat je dat nog ja. van mensen die daar, daar echt zelf bij waren nog kunt horen? Ja. Ik denk ja. dat we nadat we deze viering van 75 jaar bevrijding en alles ja. wat daaromheen hangt, nadat dat afgelopen is, dan zijn we eigenlijk ook bijna door de mensen heen die dat allemaal nog persoonlijk hebben meegemaakt, ja, of dat, dat uh, nog persoonlijk kunnen vertellen. Ja. Ja. Ja, dat is klopt. Uh, dus dan wordt het... moet alles van de tweede hand komen, en dan wordt ook de betrouwbaarheid natuurlijk al een stuk kleiner. Ja, ja. Klopt. Dat klopt. En loopt het een beetje eigenlijk met, de, met die. Met insturen van die foto's. Ja, dat loopt, dat loopt heel aardig. Ja, we zitten natuurlijk in Flevoland altijd met het probleem dat de provincie zelf nog niet bestond. En dat je eigenlijk eh, aangewezen bent op hebben we nog foto's uit Urk? Hebben we nog foto's uit de Noordoostpolder? Eh, is er misschien nog iets van wat op het de IJsselmeer gebeurde? Want dat moet natuurlijk ook niet vergeten worden. Mm -hmm. en daar speelde zich ook natuurlijk het nodige af. Maar mensen kunnen nog blijven insturen. Dat staat nog een hele tijd open. Uh, om te zeggen van uh, ik heb nog iets wat uh, weinig bekend is. Kijk, uh, de standaardafbeeldingen die zijn er wel, mm -hmm. maar een handvol. Uh, dus we hebben echt wel de hulp van de mensen nodig om te zeggen: ik heb nog ergens iets in een la liggen wat wij rond die tijd van bevrijding of gewoon in die oorlogsjaren toen ja. uh, ontgonnen werd. Uh, ja, in dit geval gaat het op: beter een landvol dan een handvol. Hè? Dat is. Ja, ja, precies. En die foto's mogen naar infoabatavialand.com. Ja, en je kunt ze eventueel ook uh, komen afgeven bij Batavialand. Uh, vraag dan naar Henk uh, Pruntel. Of ook in Museum Schokland, vraag dan naar Henk Kloosterman. Je ja. kunt ook gewoon fysiek zeggen. Ja, ja, ik heb het niet digitaal, maar ik heb hier nog een oud fotootje, een fotoalbum, mm -hmm. iets dergelijks. Dan zijn ze daar van harte. En wie op, weet ja. wordt die foto nog wel opgenomen in de tentoonstelling die in de Tweede Kamer komt ja, hangen, vanaf maart volgend, ja, ja, we zijn natuurlijk altijd blij met, met de foto's, ook die niet misschien geselecteerd worden voor die Tweede Kamera-expositie. dat je toch zegt, we zijn blij ja. dat we weten dat het er is ja. en dat het ook eens benut kan worden. Je weet maar, maar nooit volgend. wat voor een historisch uh, fragment erop staat waarvan je er altijd nog zegt van, die wilden we nog graag hebben. Ja, Toegast en zeker is dat uh, bijzonder interessant. Ja.